Thanks voor de raid, Sander. We gaan zo beginnen met een geweldige opening. Nogmaals, voor de mensen die dit zien op YouTube. Dit wordt waarschijnlijk een ongeknipte video. Het wordt gewoon eigenlijk alleen maar elke keer pakjes openen. Ik heb niet echt chase cards. Kaarten die ik zeker wil. Ik weet eigenlijk bij... Ik heb namelijk niet naar de lijst gekeken wat erin gaat zitten. Dus dat maakt het alleen maar leuk. Ik heb eigenlijk zo goed als alle spoilers kunnen ontwijken. De kaarten of de Pokémon's waarvan ik weet dat ze erin zaten is Rayquaza, Umbreon, Sylveon en Gigantamaxed Duraludon. Omdat die op de box art staan en verder weet ik het eigenlijk niet. Oh nice, dat was mijn suppy. Zo, nice. Thanks voor de sub, Sander. Ik heb hier mijn doosie. Dat wordt hem. Het zijn 36 pakketjes. We beginnen gewoon met de ene helft en daarna gaan we door naar de andere helft. Het is niet te geloven. Dit is de eerste art die we gaan openen. De art met de Gigantamax Duraludon erop. Het eerste pakketje gaat open, jongens. Hebben jullie net zoveel zin in als ik? Ik hoop het, want ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En dat betekent dat jullie er ook veel zin in zouden hebben. Och, mijn bal ook met een suppie. Kijk, wat een feest vandaag. Munty had een reclame blijkbaar. Die leggen we daar neer. 1, 2, 3, 4. Ik ga gewoon vanuit dat het weer 4 dingen zijn. Kijk. Ja, het is nog steeds 4. Oké, we beginnen met een Energy Guard kaart. En ik hoop wel dat die gaat scherpstellen. Dat zou heel mooi zijn. Ja hoor. Misschien bij de volgende. Ik moet altijd heel weer eventjes wennen. Zeker omdat er elke keer een paar maanden tussen zit voordat ik dit weer op ga nemen. Full Face Guard. Een Hypno met een hele rare art. Een Single Strike Figuroth. Een Rapid Strike Hoppip. Een Single Strike Hitmonchan. Fletchling. Tentacool. Pikachu, vette kaart. Die wist ik niet dat hij erin zou zitten. Oeh, een Flaffy. Reversed Holo. En een Seismitoad Rare. Dat was het eerste pakketje. We hebben het eerste pakketje gevonden, jongens. Oeh, weet je wat ik ben vergeten te pakken? Voordat ik dat vergeet. Natuurlijk. Oeh, seals, om ze in te zetten. Nu zien jullie mij twee keer, yo. Ik wist dat het ging gebeuren, maar nu was ik ook niet echt voorzichtig. En ik zal nu wel voorzichtig zijn. Ik wist dat het ging gebeuren deze keer. Zo. Omdat hij staat echt heel wankel, dus ik moet er gewoon goed op letten. Maar ik was dus vergeten om seals te pakken. Die heb ik nu wel. Dus nu gaat het tweede pakketje geopend worden met een Umbreon erop. Ik moet zeggen, ik vind de box art en de art van de pakketjes echt mooi. Ik hou van dat groene met gele. Ik hoop dat alle Evolutions erin zitten en dat ik ze ook allemaal krijg. Dat zou nogal mooi zijn. En ik hoop dat ik weer een gouden kaart krijg. Tot nu toe bij elke boosterbox die ik heb geopend, heb ik zo'n goud kaartje gekregen. En ik hoop dat er dit keer weer een gouden kaartje bij zit. 1, 2, 3, 4... We beginnen met een Metal Energy. Een Boldore. Aroma Lady. Sun and Moon Badge. Oh, Moon and Sun Badge. Een hele gevaarlijke Slakoth. Petalil. Weer de Pikachu. Pumpkaboo. Oh, ik ga te hard. Rufflet, een Reverse Holo Treasure Energy die best wel vet is. En een Holo Jumpluff. De eerste Holo van vandaag is een Holo Jumpluff. Het eerste kaartje met een soort van waarde, denk ik. Van het kaartje. Ja, dat weet ik niet. Ik zou het vragen als ik jou was, Z-Man. Goed, eerste holo van vandaag. Laat ik die maar even hier neerleggen. Zo. Dan gaan we naar het derde pakketje met een almachtige Sylveon erop.
1, 2, 3, 4. Ja, dat is wel heftig, Munty. We beginnen met een waterenergie. Als hij hem scherp stelt. Misschien doet hij dat bij de Burning Mountain? Oh, Stormy Mountain. Hallo? Ja, Stormy Mountain. Shelgon. Hé, hey, ze hebben weer dragons. Ik dacht dat ze zouden stoppen met dragons. Ice Cube. Jinchou. Oh, ik weet niet. Zei ik Munty tegen jou? Sorry, ik ben gespannen, Sander. Misschien zitten er wel hele goede kaarten in. Petalil. Dino. Teddy Ursa. Ah, die is cute, die Teddy Ursa. Feebas, Rapid Strike. Een Drowsy Reverse Holo. Met een hele vette art. Die Hypno zag er echt niet uit. Maar die Drowsy is echt vet. En de kaart is... Oeh, een Leafeon V. Ik denk dat alle Evolutions erin zitten. Een Leafeon V. Dat is de eerste Evolution die we vandaag trekken. Is de Leafeon V. Dat betekent... Hey, Simon is ook... Een subje. Dank je voor de gift sub bij Sander. Graag gedaan. Leuk dat je hier subt. Er zijn gewoon 3 subs die we er vandaag bij hebben. Hoe nice is dat? En dan gaan we naar de laatste pack art. Normaal heeft één zo'n boosterbox altijd 4 pack arts. En dat is hierbij ook. Dat is de Rayquaza. Dat zou wel ultiem zijn als ik een Rayquaza kan. Want Rayquaza is denk ik mijn favoriete legendarische. Dus dat zou wel heel vet zijn als ik die zou kunnen trekken. Thanks Simon, nogmaals voor de sub. Zo. 1, 2, 3, 4. We beginnen met een Dark Energy. Een Herdier. Een Single Strike Scroll of the Fanged Dragon. Oké. Floette. Het is niet Aziz Floette, maar wel een Floette. Een Dwebble. Oeh, volgens mij zie ik een zwart randje. Een Mareep. Drowsy met de vette art. Scraggy. Cute. Ik zal naar de channel Points Rewards gaan kijken, Simon. Himmelchen. Simple Reversed Holo. En een... Oh, het is een gewone Stoutland. Ik dacht dat ik een zwart randje zag. Maar dat is waarschijnlijk... Klopte dat niet helemaal. Nou, ik weet wel zeker dat het niet helemaal klopte. Twee, drie, vier... Oh, echt waar? Oké, dan ga ik wel zorgen dat er wat leuke rewards komen, Simon. Als de Gras Energy ook gaat focussen, ja, dat doet hij. Dan krijgen we Ursa Ring. Swoobat. De Digging Gloves. Emolga. Slakoth. Gossifleur. Love Disc. Oh, het gaat te snel. Fletchling. Herdier Reversed Holo. En een Rapid Strike Wishy Washy. Die is wel vet. Vet, vette art. Holy shit. Vette Wishy Washy art. Oké. Volgende wordt... Ik weet eigenlijk niet of er shinies in zitten. Die gouden kaarten kunnen nog wel eens shinies zijn. Nu heb ik met de gouden kaarten die ik heb gehad niet het meeste geluk gehad. Maar je mag niet heel veel klagen als je überhaupt een gouden kaart krijgt. Maar daar had ik leukere kunnen trekken dan dat ik heb getrokken. We beginnen met... een Electric Energy... Een Toy Catcher. Hippowdon. Golduck.
Love Disc. C-Dot. Slakot aan een cliff. Flabébé. Carvana. Oeh. Reverse Holo Appleton. Dit is een vette kaart. Holy shit. Oké. En een Lilligant. Rare. Nog niet al te veel geluk vandaag. Maar we hebben natuurlijk nog heel veel pakjes te gaan. En nog 30 als het goed is. Dus dan moet het vast goed komen. Er zitten vast leuke kaarten bij. We beginnen nu weer met een Sylveon pakje. Ja, Rayquaza zal echt vet zijn. Rayquaza is echt wel eigenlijk mijn favoriete legendarische. Zo. Een energy. Hallo? Een fight energy. Misschien gaat het met deze Flavi beter om te... Wacht, dit helpt meestal wel. Ja. Ja, Flavi. Pyroar. Single Strike Scroll of the Fanged Dragon. Applin. Sableye met de jewels. Nickit. Burkmite. Carvana. Reversed Holo Marshadow. Oké, legendarische Pokémon. Of nou ja, mythische Pokémon. Maar die vallen onder legendarische Pokémons. En natuurlijk een Appleton Rare. Nog niet heel veel geluk, maar die Marshadow, eerlijk, is best een vette kaart. Best een vette kaart. Zo. 2, 3, 4. Een fire energy. Een Palpitoad. Crustle. Moon and Sun Badge. Een dure Charizard kaart zou er echt nog wel in zitten. Ja, zit er een Charizard kaart überhaupt in deze set? Lillipup. Tegenwoordig zal het in elke set een Charizard kaart. Emolga. Tentacool. Pumpkaboo. Oh, dat gaat te snel. Bagon. Die Dragon kaarten gaan altijd vet. Hey! Jam the Man. Welkom bij de stream. Een Reversed Holo Gourgeist. En... Oeh, een Golurk V. Die is zeer nice. Zie je hier, weet je, dat vage? Dat zit gewoon in de kaart. Holy shit. Een Golurk V. Nice hoor. Hele vette kaart. Dan gaan we naar de volgende. Nog geen V-Max of Secret Rare of Rainbow Rare of nou, een van die wat ik eigenlijk net opnoem. Maar wie weet gaan die nog komen. Oké. Psychic Energy. Een Rapid Strike. Even wachten tot hij... Hallo? Ja? Skiploom? Ryan? De achtste gymleader? Nee, ik laat de codes niet zien. Rybombi? Seedot? Woobat? Eevee? Nice. Dus we hebben nu Eevee en Leafeon. Timple? Cutiefly. Munty heeft gelijk. Hippopotas. En Galarian Zapdos Holo. Galarian
Galarian Zapdos Hollow. Die is zeer nice. Ik denk dat het aan jou ligt, want ik denk dat de rest maar wel wordt. Sander, ik denk dat... Oh ja, het lag dus aan jou. Oké, ik heb de Galarian Zapdos. Zo. Even kijken. Een Metal Energy. Lantern. Een Treasure Energy. Digging Gloves. Psyduck. Eevee. Cutiefly. Pikachu. Oh. Applin. Reverse Holo Aroma Lady. En als rare... Umbreon VMAX. The first big hit of the day. En de tweede evolution die we poelen vandaag. Umbreon VMAX. Hele vette kaart. Holy shit. Oh, zo. Hele vette kaart. Umbreon VMAX. Ja, ja. Fucking nice. Eerste big hit of the day. En we hebben nog zoveel pakketjes te gaan. Dit is een soort Eevee set, ja, Simon. En een Rayquaza zit er als het goed is in. En ik wil heel graag een Rayquaza. 2, 3, 4. Zo. Ik ruim heel even de andere stapel op. Zo. Dan gaan we kijken wat er in de volgende zit. Een 0 bits, want ik ga hem sowieso niet doen. Dus als je 1 miljoen bits geeft, doe ik het alsnog niet. Energy. Hallo? Rubber gloves, die hebben we nog niet gezien vandaag. Copycat. Swilus hebben we ook nog niet. Dat betekent dat hij sowieso ook een vette High Dragon inzet. Drowsy. Flabébé. Oké, je hebt wel gelijk, Simon. Voor 1 miljoen bits zou ik het wel doen. Rock'n'Rolla. Psyduck. Swablu. Een Spirit Mask Reverse Holo. En een Seismitoad. Schijnbaar zijn die pakjes dus 6 plus, hè? Voor 6 jaar en ouder staat hier in het hoekje. Ik weet niet of hij dat gaat... Ja, hier, 6 plus. Zijn ze bang dat die kaartjes worden opgegeten dan of zo door 5 jaar? Ik weet het niet, maar wat de reden daarachter is. En een motor of een scooter buiten. Of een motor. Ik weet het even niet. Die even lastig probeert te doen. Een darkness energy. Of een dark energy. Ik weet eventjes niet. Want die benaming van de TCG is anders dan in de main serie games. Een Lombre. Een rapid strike scroll of the flying dragon. Die hebben we ook nog niet. Fletchinder. Drowsy. Scraggy. Bagon. Woobat. Timple. Reverse Holo Tentacool. En een... Oeh, een Golurk V. Wacht, wat hadden we dan... Wat hadden we nog meer dan? Ja, er zijn gewoon twee verschillende Golurk V's. Kijk dan. Allebei Golurk V. Dat is ook grappig. Kan ik zo zien, dit is 182 uit de 203 en dit is de 70 uit de 203. Oké.
Ik denk ook dat die rarer is dan die. Oh nee, ze zijn wel even rare. Oké, okay, bijzonder. Bijzonder dat je twee verschillende hebt dan. Twee, drie, vier. En grass energy. Kom op. Ja, grass energy. Swilus. Nuzleaf. Golduck. Dwebble, Hippopotas, Zorua, Psyduck, Rufflet, Reverse Holo Dwebble en een, oeh, een Milotic, Rapid Strike, maar geen holografische helaas. Ik hoop dat jullie het allemaal nog steeds leuk vinden om naar te kijken. En we hopen allemaal natuurlijk dat ik nog een super coole kaart ga packen. We hebben in ieder geval één redelijk coole kaart gepackt. Dat was die Umbreon VMAX. Dus we gaan kijken of we ook nog zo'n coole Rayquaza of zo kunnen packen. Of wel een, misschien wel een gouden kaart. Je hebt van die kaartjes die, van die pakjes die super makkelijk open gaan. En je hebt pakjes zoals deze die niet super makkelijk open gaan. 2, 3, 4. Zo. We beginnen met een Lightning Energy. Je zou zeggen een Bliksem Energy, maar het is toch echt een Lightning Energy. Een Full Face Guard. Een Hypno. Wat heb je gemist sinds de Epic Pool? Eigenlijk niet zo heel veel, behalve dat ik een Golurk V heb. Die ik al eerder had, net. Maar dat is een heel ander kaartje. Maar we zijn bijna op de helft. En dan laat ik altijd eventjes de oogst zeg maar zien van de eerste helft. Figurot. Swablu. Zorua. Cryogonal. Petalil. Bergmite. Oeh, een Reversed Holo Galarian Zapdos. En een Stoutland alweer. Even kijken. Zo te zien hebben we nog drie pakjes te gaan voor de eerste helft van de box. De set hierna is de Celebration set. Daar ga ik niks van halen. Maar na de Celebration set is er ook alweer een nieuwe set aangekondigd. En die ga ik wel houden. Iets met Fusion of zo. Maar dat wordt wel vet. We hebben een Fighting Energy. Een Avalok, die voor het eerst vandaag. Een Snowleaf Badge. Gordy. Hoppip. Dino. Mareep. Wobbuffet Single Strike voor het eerst vandaag. Oh. Love Disc. Wauw. Double Love Disc. En een hit, een Mary, ik wou Hitmonchan zeggen, een Marychan V. Het is een semi-goeie pool. Het is een semi-goeie pool. Hij is in ieder geval een folietje waard. Niet heel bijzonder, maar toch een Marychan V. Toch weer een leuke kaart om gepoeld te hebben. We zijn nog twee pakjes van de helft vandaan en dan gaan we heel eventjes doornemen wat ik tot nu toe gepoeld heb. Ik word heel erg moe van die mensen buiten. Ik hoop dat jullie daar niet heel veel last van hebben, maar ze maken tantoe veel herrie en dat mag voor mij wel een keer over zijn. 1, 2, 3, 4. Die laatste V, die was ook wel vet. Ja, zeker. Zo. Een Lightning Energy. Een Skiploom. Raihan. Raibombi. Teddy Ursa. Veebas. Wow, zie al die hengels eromheen. Hoppip. Hitmonchan. Fletchling. Psyduck, Reverse Holo en oeh, een Flareon VMAX. We zijn op de counter 3 van Evolutions. Flareon VMAX.
Weer een big hit. Big hit nummer 2. Heel nice. Secret Rare, toch? Oh nee, gewoon Rare. Of ja, in ieder geval Ultra Rare, geloof ik. Een Flareon VMAX. Hele vette kaart. Ja, maar ik heb een boosterbox. Hè. Meestal zit er één Secret Rare in. Hè. Dat is een gouden kaart. Dus ik hoop nog steeds dat ik die ga poelen. En ik hoop nog steeds op Rayquaza. En als we toch Evolutions aan het poelen zijn, dan wil ik mijn favoriete Evolution natuurlijk ook. Dat is Espeon. Maar in ieder geval de Umbreon, daar ben ik ook al blij mee. Na dit pakje zijn we op de helft. En dan gaan we even kijken wat we allemaal al gepoeld hebben. We beginnen eerst eventjes met deze Fighting Energy. Pyroar. Een Dreamball. Stormy Mountains. Woobat. Daar heb je Eevee weer. Ipwee! Timple. Cutiefly. Applin. Reverse Holo Itmonchan. Die is gewoon fucking vet. En als laatste kaart. Een Ampharos normaal. Die Eevee is zeker cute. Zeker. We zijn door de eerste helft heen, jongens en meisjes. De eerste helft is voorbij. Dat betekent dat wij ondertussen heel even gaan kijken naar wat we allemaal al gepoeld hebben vandaag. Deze hele vette Flareon VMAX. Deze Medicham V. Deze Golurk V. Net als deze Golurk V. Allebei Golurk V's. Allebei dezelfde aanvallen, dezelfde HP. Alleen het is gewoon een andere art. Ik vind deze art wel veel vetter dan deze art. Dus deze is wel echt vet. Dus de twee Golurk V's. Dan hebben we de Umbreon VMAX. De eerste big hit van vandaag. En daarna natuurlijk die Flareon. Deze is echt heel vet, deze kaart. Holo Galarian Zapdos. Leafeon V. En Jumpless Holographic. Dus dat zijn de big hitters tot nu toe. We hebben nog de helft van de box te gaan. Dus ik zou zeggen, strip je vast. En dan, daar gaan we ervoor. Met gedeelte nummer 2. Let's go, inderdaad. We hebben weer zo'n dwarspakje, hoor. Een Metal Energy. Oh. Hallo. We gaan natuurlijk voor de Scroll of the Dragon. Want die hebben we al een paar keer gezien vandaag. Floet. Boldor. Oh. Seedot. Gelukkig blijft de camera deze keer wel staan. Lillipup. Bagon. Hey, thanks voor het volgende quick DJ. Litleo. Lotad. Oeh, een Ribbon Badge. Reverse Holo Ribbon Badge. En we eindigen met een Shiftry. Vandaag begonnen met verzamelen van Pokémon kaartjes. Kijk, goed bezig. Dan moet ik heel even dit aanpassen en zo. Eén, twee, drie, vier. Zeker hebben ze vette art. En dan is het leuk om naar Nederlandse personen te kijken. Ja, dat kan me voorstellen. Ik probeer elke normale set die uit gaat komen voorlopig te gaan halen. De eerstvolgende set, dat vertelde ik toevallig net nog, is de Celebration, zeg maar, van 20 jaar. Maar dat is geen gewone set. Het is een waterenergie trouwens. Maar dat is
een set waar ze alleen speciale pakketjes krijgen. Dus geen boosterbox. Dus die ga ik niet halen. Maar die daarna wordt er wel weer eentje. En die probeer ik wel te halen. Ik hou nu al in de gaten wanneer die uit gaat komen. Dus de Moon and Sun Badge. Een Toy Catcher. Hippowdon. Nekit. Bergmite. Carvana. Emolga. Oh. Slakot. Oeh, een Reverse Holo, a Single Strike, Scroll of the Fanged Dragon. En als rare hebben we een Flapple. Oké. Een gewone Flapple. Niet holografisch, gewoon normaal. Oeh. Ik denk dat ik het me verbeeld hoor, maar dit pakketje voelt zwaarder. Maar volgens mij zou je dat niet met je handen kunnen moeten voelen, maar... Als er wat goeds in zit, heb ik het gevoel. Laten we daarop houden. Oké. Dark Energy. Hippowdon. Golduck. Herdier. Hoppip. Hitmonchan. Fletchling. Tentacool. Opeens wil hij Pikachu niet scherp stellen. Pikachu. Florgus. Reverse Holo. En de rare is een Raichu Holographic. Weer eens een holootje. Kijk eens. Een Raichu Holographic. Heel nice. Verdient natuurlijk een sleeve. Raichu Holographic. Oh, die Rotom op de achtergrond. Ben ik kippig? Oh, lol. Ja, die zag ik helemaal niet. Wauw, ja, die Rotom op de achtergrond is wel vet. Lol, weet je wat ik nou zie? We komen zo meteen een Eevee tegen. Daar staat ook wat op de achtergrond. En dat had ik ook nog niet gezien. Kijk eens, een Grass Energy. Digging Gloves. Digging Gloves. Palpitoad. Crustle. Eevee met daarachter een Rayquaza. Dat had ik helemaal niet gezien de eerste drie keer dat ik Eevee kreeg. Tympel. Cutiefly. Applin. Sableye. Hey, daar heb je Raichu weer met zijn Rotom achter zich. Oh, en dit is een goede kaart. Zien we al. Zien jullie het ook? Het is een Garbodor V. Oh, een Garbodor V. Wel een vette kaart hoor. Hij mag wel scherp stellen overigens. Maar het is wel gewoon een vette kaart. Garbodor V. Ik snap hem, wel trash, omdat het trash is. Ik snap hem. Garbodor V. Oh yeah. We wachten nog steeds netjes op die gouden kaart. Ik hoop dat hij er deze keer weer bij zit. Twee, drie, vier. En Lightning Energy. Crustle. Moon and Sun Badge. Toy Catcher. Chinchou. Petalil. Dino. The Cute Teddy Ursa. Feebas, een Altaria Reversed Holo en een Lilligant en die hadden we ook al eerder. Nog geen Rayquaza, nog geen gouden kaart, maar wie weet poelen we nog wat cools. 1, 2, 3, 4...
een fighting energy. Fletchinder. Lantern. Treasure energy. Roggenrola. Psyduck. Swablu. Seedot. Woobat. Reverse Holo Applin en een Ampharos. Psyai. Inderdaad, Zander Psyai. 2, 3, 4, Otse Flits. Ja, inderdaad. Zonder. En Fire Energy. Scherpstellen blijft een klein dingetje. Wat you? Wat een hater. Ja. Treasure Energy. Digging Gloves. Pelpitoad. Emolga. Slagelt aan een klif. Gossifleur. Love Disc. Fletchling. Reverse Holo Lilligant. En een Altaria. Oeh, er zit dus een Drampa in deze set. Ik heb, moet eerlijk zeggen, ik heb expres niet echt goed naar de set gekeken. Ik weet alleen dat er een Rayquaza in zit die ik wil. En dat ik van die gouden kaartjes hou. En verder weet ik het eigenlijk niet. Dus we gaan het zien. Wat er allemaal in gaat zitten. Yes, the Psychic Energy. Figuroth. Lombre. Rapid Strike Scroll of the Flying Dragon. Sorua. Psyduck. Rufflet. Drowsy. Flabébé. Reverse Holo Crystal Cave. Die hebben we nog niet gezien vandaag, de Crystal Cave. En een... Oh, een Entei Holographic. Vette art. Holy shit. Een boosterbox, ja. Quick DJ. Kijk dan. Die is heel vet. Vette Entei. Holy shit. Nice. Dat is leuk als je niet weet wat er in die set zit. Ik had echt geen Entei verwacht in deze set. Echt vet. Dan gaan we door met een Metal Energy. Als hij scherp stelt. Rapid Strike Scroll of the Flying Dragon. Een Fletchinder. Een Lantern. Cutiefly. Sableye. Nickit. Burgmite. Carvana. Oeh, een Reverse Holo en Elemental Badge. En een Shiftry. Een reguliere Shiftry. Kijk, hoeveel pakketjes zullen we nog hebben? Nog 9 pakketjes als ik het zo snel even goed zie. Daar moet toch wel nog een vette kaart in zitten. Wat denken jullie? Oké, okay, let's go. Een Water Energy. Als je scherp stelt natuurlijk. Een Ice Cube die op een Ice Cube zit. Full Face Guard. Oh, zien jullie ook het zwarte randje? Dit wordt een leuke kaart. Oké. Okay. Hypno. Mareep. Wobbuffet. Love Disc. Dwebble. Oh, dat ging te snel. Hippopotas.
Een reverse holo dino. En welke vette kaart is het? Leafeon Fini had ik al. Nee. Oh, uit alle evolutions heb ik een dubbele gekregen. Heel jammer dit. Maar in ieder geval wel weer een Leafeon V erbij. Leafeon V, daar is hij. Ik had toch graag mijn Espionnetje gehad. Maar wie weet. Wie weet zit hij er nog in. En wie weet wordt het zo wel goed gemaakt met een hele coole kaart. Je hebt van die pakketjes die willen echt gewoon niet uit elkaar. Oké. Okay. Gaan we dat doen? En Darkness Energy. Hij versprong meteen weer. Ja, en Hypno. Figurot Single Strike. Een Lombre. Seedot. Woobat. Eevee met Rayquaza op de achtergrond. Een Tympel. Applin. Oeh, Eevee Reversed Holo. En een Stoutland. Dat is al de derde Stoutland die we hebben gepoeld vandaag. Holy shit. Zo. Zo, 1, 2, 3, 4. Een Grass Energy. Digging Gloves. Stormy Mountains. Shelgon. Mareep. Zorua. Tentacool. Hoppip. Dino. Reverse Holo Cryogonal. En een... Weer een Lilligant. Volgens mij gaan Lilligant en... Ze strijden Lilligant en Stoutland echt om wie het meest getrokken wordt. Echt hè, we missen nog echt die zeldzame munten. Zo gouden, weet je wel. Die missen we nog. En we zijn al bijna klaar, dus hij mag wel een keertje gaan komen nu. En een Lightning Energy. Shelgon. Ice Cube op een Ice Cube. Full Face Guard. Drowsy. Flabébé. Rock and Roller. Psyduck. Swablu. Reverse Holo Chinchou. En... Rayquaza V-Max. Hier ben ik al fucking blij mee. Ik vind Rayquaza zo'n vette Pokémon. Holy shit, hoe vet is deze kaart? Hele vette kaart. Wow. Hele vette kaart. Nice. Tof. Vette kaart. Holy shit. Nice. De Rayquaza V-Max. Holtse vlots. Mag ik zo'n C-emoticon in de chat zien, jongens? 1, 2, 3, 4. Thanks, Munty. Thanks. Goed gedaan. En van Sander ook. Nice. Fighting Energy. Scroll of the Fanged Dragon. Ursa Ring. Swoobat. Cutiefly. Hitmonchan. Lotad. Sableye. Teddy Ursa. Reversed Holo Switching Cups. En een Milotic.
Nog 4 pakjes te gaan, jongens en meisjes. Zou daar nog zo'n secret rare in zitten of niet? We gaan het zien. Misschien dat we vandaag geen secret rare poelen. Voor de mensen die nieuw zijn, zoals Quick DJ, op mijn YouTube kanaal kan je mijn vorige 3 openingen zien. Misschien dat je dat interessant vindt. Oh, dat had ik al gedaan, dus ik moest niet weer switchen. Zo. Ja, dus daar kan je de vorige 3 openingen zien als je wilt. Swoobat. Digging Gloves. Stormy Mountains. Dwebble. Hippopotas. Zorua. Rufflet. Psyduck. Shiftry Reverse Holo. Oeh, en een Zygarde Holo. Nice. Gewoon legendarische Pokémon hier. Rotzeflot. Holografische Zygarde. Dat is altijd mooi meegenomen. Mooi kaartje, ja ja. Zoals jullie weten gaan we ze zo, als we klaar zijn, nog een keertje allemaal langs. Alle leuke kaarten die ik getrokken heb, die heb ik hier op een stapeltje liggen. We hebben nog 3 pakjes te gaan. Zo. 1, 2, 3, 4. Zo. Een Psychic Energy. Ribombi. Flavi. Pyroar. Volgens mij heb ik nog helemaal geen Litleo gezien in al mijn kaarten die ik heb geopend. Scraggy. Hippopotas. Timpel. Oh, wauw. Als je het over de duivel hebt. Litleo. Eevee. Reverse Holo Nickit. En een Pumpkaboo. Wel een van de Pokémon's die ik heel vet vind. Pumpkaboo. Of Gorgeist was dit trouwens, sorry. Evaluatie van Pumpkaboo. Blijf ik een vette Pokémon vinden. Het één na laatste pakketje. Mijn hoop op zo'n goud kaartje wordt wel steeds kleiner. Maar je kan niet altijd geluk hebben natuurlijk. Een Steel Energy. Of een Metal Energy zoals ze dat noemen in de TCG. Pyroar. Scroll of the Fang Dragon. Ursaring, Hoppip, Dino, Mareep, Wobbuffet, Love Disc, Stormy Mountains, Reverse Holo. En, oh, dat is een Drampa met wel een vette art. Eerlijk is eerlijk, is wel vette art. Oké. Okay. Zijn dat nou de Evolution Stones eronderin? Volgens mij wel, hè? Lijkt er wel op. Oké, jongens en meisjes, nog één pakketje te gaan. Dit is het laatste pakketje. Zou er in dit allerlaatste pakketje een coole pocketmonster zitten? Oh, we moeten eerst de kaarttruc nog doen. 1, 2, 3, 4. We beginnen. In het laatste pakketje, als hij scherp gesteld is. Met een Water Energy. Daarna een Swailus. Skiploom. Raihan. Dino. Pumpkaboo. Carvana. Gossifleur. Fletchling. Reverse Holo Drowsy. En daar komt hij, het laatste kaartje. Het is geen goudkaartje. Het is een normale Gigalith om het mee af te sluiten. Ik laat jullie heel eventjes de oogst van vandaag zien. Geen super epische kaarten, maar toch wel 2 hele vette kaarten. Of nee, 3 hele vette kaarten. Maar die Rayquaza is natuurlijk het allervetst.
We hebben vandaag gepoeld. Als je scherp stelt. Oh ja, daar ging je al. Een Hollow Psyguard. Een V-Max Rayquaza. Een Livian V. Een Holographic Entei. Een Garbodor V. Een Holographic Raichu. Hey, thanks Munty. Een Jumpluff Hollow. Een Livian V. Ik heb er namelijk twee gepoeld. Galarian Zapdos Hollow. Een Umbreon V-Max. Een Golurk V. Nog een Golurk V. En een Medicham V. En als laatste de Flareon V-Max. Die nog steeds gewoon fucking vet is. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze vette stream. Mocht je dit nou terugzien op YouTube, doe een duimpje omhoog en abonneer even op het kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende opening. Ik ga heel even opzoeken hoe die ook weer heet. Want ik heb het wel opgezocht wanneer die... even kijken. TCG Expansions. Hier, die gaat... Fusion Strike heten. En even kijken of er al bij staat wat... Ja, Genesect is daar in ieder geval de topkaart van, zeg maar. Dus als jullie graag mij Fusion Strike willen zien uitpakken, dan volg dit kanaal zeker. Verder doe ik op dit kanaal heel veel Pokémon spellen en ook wel eens andere spellen. Ik speel Mario Party met Sander bijvoorbeeld. En ja, deze streams die worden zo nu en dan gevuld met gewoon leuke games en een beetje gehouden. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.